Welkom bij deze video. En in deze video ga ik het hebben over patellofemorale pijnklachten van de knie. Ook wel meiënknie of patellofemoraal pijnsyndroom genoemd. Mijn naam is Joris de Wild en ik ben fysiotherapeut, trainer en knie-expert. We gaan het over patellofemorale pijnklachten hebben. Maar wat is dat eigenlijk? Want het is bijna een Latijnse naam over een hele normale klacht. Daarvoor pak ik even dit model erbij. Dit is de knie, voorkant van de knie, en die knieschijf die noemen we patella en dat bovenbeen dat heet de femur. Het patellofemoraal pijnsyndroom wat er vaak aan de hand is dat die knieschijf die loopt normaal loopt door dit geultje tijdens bewegen. En dat geeft normaal ook eigenlijk geen problemen. Maar door een wat veranderde positie meestal van het bovenbeen, meestal staat hij naar binnen gedraaid, zorgt ervoor dat die knieschijf niet meer optimaal door dat geultje kan lopen. En wat er dan kan gebeuren, is dat er de druk op in dat gultje of aan de achterkant van die knieschijf, dat dat verhoogd wordt en dat dat knieklachten gaat geven. Soms kan het ook zijn dat je toch ook pijnklachten hebt aan de buitenkant of aan de binnenkant van de knie en dat ook hier vandaan komt. Eerlijk gezegd, precies weten we niet welke structuur er nou is aangedaan, dus wat geeft nou die klachten, maar we weten wel dat die knieschijf er wat mee te maken heeft en die positie van die knie ook. Die patellofemorale pijnklacht komt heel vaak voor en kan ook heel hardnekkig zijn. Ik zie vaak mensen in de praktijk die al jaren last hiervan hebben en die ook bij verschillende fysiotherapeuten zijn geweest, maar ook bij de orthopeed, waar er foto's van zijn gemaakt en MRI's. En dat eigenlijk de knie er eigenlijk altijd goed uitziet. Dat er geen schade is, dat er niks kapot is. En soms krijgen mensen ook te horen dat ze er overheen groeien. Bij deze zeg ik dat niet kan. Daar groei je niet overheen. Daar moet je gedegen op gaan trainen. Wat kan nou de oorzaak zijn en wat kan nou daarin meespelen? Ik heb hier iets getekend. Dit is het bekken. Dit zijn twee benen. Je ziet heel vaak dat mensen met dit soort klachten, dat ze een beetje X-benen hebben. Dus dat de knie naar binnen staat. En als je, daar viel bijna iets, maar wat je dan krijgt, is dat de knie die staat naar binnen gedraaid. En die knieschijf, dus doordat die knie naar binnen staat gedraaid, loopt die knie niet meer helemaal netjes door dat gultje heen. En daardoor wordt de belasting in dat kniegewricht wordt anders en kunnen er dus klachten ontstaan. Dus wat je eigenlijk wilt, en dit is eigenlijk al de eerste tip, is dat je moet gaan proberen om je knie rechter te bewegen. En wat ik vaak zie is dat bij traplopen of bij fietsen of ook zelfs bij gewoon lopen, dat die knieën echt naar elkaar toe gaan. Dus je moet ervoor zorgen dat die knieën mooi in één lijn bewegen met je heup en je voet. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe komt het nou dat die knieën naar binnen gaan staan? Het heeft vaak te maken dat de heupspieren, dus de bilspieren eigenlijk, dat die te zwak zijn. Die heupspieren die sturen de positie van de knie. Dus het heeft niet zozeer te maken met de bovenbeenspieren, maar het zijn echt de heupspieren. Dus deze spieren, dat is tip 2, je moet je heupspieren versterken. Die moet je sterker maken, want die kunnen je knie naar buiten draaien, waardoor die knieschijf beter door het gultje kan lopen. Tip 3 is om ook je bovenbeenspieren te trainen. Die zijn ook belangrijk in het sturen van de knieschijf. Dus bovenbeenspieren trainen. En tip 4 is om goede balans te krijgen binnen je belastbaarheid en de belasting die je doet. Dus wat kan je knie aan en hoeveel belasting dien je hem toe? Daar heb ik ook al eerdere video's van gemaakt, maar ik zal het nu nog eventjes uitleggen. Dit is vaak een overbelastingsblessure. En wat vervelend is als je die blessure lang hebt, dat je op een gegeven moment ook denkt van ja, weet je wat, laat me zitten, ik ga gewoon mijn ding doen, waardoor je toch die knie blijft overbelasten. Soms zijn mensen ook bang om hun knie te belasten, omdat het juist pijn doet, maar er zijn een aantal regels die je kunt toepassen, waardoor je weet hoeveel klachten je mag ervaren van die knie tijdens en na belasten.
Als we zeggen dat 0 geen pijn is en 10 ondraaglijke pijn, dan mag je op die schaal een score van 4 mag je ervaren. Dit is eigenlijk nog niet echt directe pijn, maar meer het gevoel van dat het niet helemaal lekker zit in die knie. Belangrijk is, als je een oefening of traint of een activiteit onderneemt en je ervaart pijn of reactie tot die 4, dat als je stopt met het doen van die activiteit, dat die pijn ook vrij snel weg moet trekken. Zit je daarboven, dus zit je op een 4 of boven de 4, dan is eigenlijk de activiteit die je onderneemt of de oefening die je doet, die is eigenlijk te belastend voor je knie en is dat niet een effectieve oefening op dat moment. Dit is een regel die je goed toe kan passen. Een andere regel is dat je na een activiteit, sporten of een dagje door de stad lopen of bepaalde oefeningen doen, mag je 24 uur reactie hebben. Dus je mag 24 uur na die activiteit mag je voelen dat je iets gedaan hebt in die knie. Maar daarbij is het belangrijk dat die klachten of de reactie na 24 uur stoppen. Duurt de reactie langer, dan heb je overbelast en was dit training of die activiteit op dat moment niet effectief voor die knie. Ook is het niet verstandig om, als je in die 24 uur reactieperiode zit, om dan weer eens te gaan trainen. Omdat je dan ook niet goed weet of je nou hebt overbelast, of je nou juist binnen die 24 uur reactie zit, of dat die reactie eigenlijk langer zou duren. Nou, dat zijn eigenlijk 4 belangrijke tips. Tip 1, zorg ervoor dat je je knie recht beweegt bij fietsen, bij traplopen en ook bij normaal lopen en ook bij andere activiteiten. Tip 2 is versterk je heupspieren. Tip 3, versterk je bovenbeenspieren. En tip 4, zorg ervoor dat je belasting en belastbaarheid dat dat in balans is. Nou, als je daarmee aan de slag gaat, zul je merken dat je verbetering gaat ervaren van je knie. Ook tapen heeft een goede invloed op de pijnklachten, waardoor je beter kunt belasten. Heb ik een andere video van gemaakt. Leg ik een zeer effectieve tape-methode uit, die er vrijwel zeker voor zorgt dat je in ieder geval minder klachten hebt, waardoor je weer beter en effectiever kan oefenen. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik wens je veel succes met het herstel van jouw patellofemorale knieklacht.